Hallo. Hi. Ben je de beest aan het doen? Ja. Kijk, ik denk laat ik even laten zien waar we nu wonen inmiddels. De puppy, de hondjes. Yes, kom. Lopen over het algemeen heel erg veel vrij rond, als wij ook rondlopen. Maar die gaan nu mooi even vast aan hun lijnen. Kijk, dit is die onderwaslijn. En dan heb je hier ons inimini huisje. Hier wonen wij tegenwoordig. Eigenlijk slapen we hier alleen maar. Het lijkt allemaal heel wat, maar je hebt hier een groep apen. Dus je wil die traliehekwerken hebben. Zeg maar de rest van de tuin. Een gigantische oppervlakte hier. Daar in de verte zie je de muur. Nou, daar werken we voornamelijk. De jongens hebben daar hun boysquarters. Ami woont daar. Ami die... Dit is allemaal van haar, zeg maar. En dit is waar wij leven. Nou, dat kan slechter. Dat kan veel slechter. We doen gezamenlijk koken, dat is ook wel leuk. Vanavond is het onze beurt. Ik ben weer eens buiten gesloten. Echt. Dat is zo lief. Jon zegt, ik ga even opruimen. Ik ga schoonmaken en opruimen. Dan bedoelt ze dit allemaal. Dit gaat ze allemaal schoonmaken. Hé, hey, als je daar 3 honden in hebt. Dat is een half uurtje werk. En een was. Maar, kijk. Kun je je voorstellen dat het 's ochtends, dat de zon opkomt. En je hebt geen gordijnen nodig, hè? Donker is hier gewoon donker. Kunst. Je moet kunst hebben. En dit is dan je rondom uitzicht, zeg maar. Ja, zo stil is het hier. Nou, de hondjes die hebben alle ruimte. Ach, normaal, daarachter zit nog een heel groot bos. Dat loopt tot aan hier. Het is privébos. Maar goed, daar ben ik op het moment liever niet. Met oog op de... apen. Slangen, wou ik zeggen. Oh, slangen, ja. Die zijn ook gevaarlijk. Niet allemaal. Okay. Nou. Ik heb geen rest. Nou, dit gaat helemaal goed. Ja, je hoort dat zo te doen, hè, zo. Ja. Daarvoor ben ik te Europees, hoor. Ja, wij zijn niet zo flexibel. Nee. Deel 2. Eier. Bas wandelt naar de jongens. Ik zal hem zo weer uitdoen, want er zitten ook andere jongens. En dan gaan we eieren rapen. Alle kippen, heel veel. Er wordt eerst ontsmet, bleach, voordat ze erin gaan, dat is met oog op besmettingsgevaar. En ik zal je even laten zien hoeveel we hebben. Dit zijn de dames. What are you both smiling about? Daar leggen ze. Nou, dit zijn er een paar honderd. Ze had er 1000. Oh, yeah. Daar komen ze aan. Ik zal het zo doen, dat is beter. Het
ga niet naar binnen. Bas pakt echt zo'n kip niet op, hoor. Kippetjes worden er bovenop gezet. Is het stressvol, jongen? Ja. Annie heeft ook eenden. Dat is ook leuk. Dat zal ik even laten zien. Dit is om bacteriën tegen te gaan. Eenden en kippen, dat blijkt niet helemaal samen te gaan. Maar kijk, hier heeft ze een zwembad en een huisje. En daarbinnenin daar zit ook eenden. Ik zal zo even heen lopen. Maar ze heeft de deur opengezet. En nou wandelen ze helemaal daar overal. Het is een beetje een moeilijk project, die eenden. De eenden maken de kippen ziek. Tenminste, dat vermoeden ze. En ze was een aantal verloren. Nou is het inderdaad zo dat je niet in het eendenverblijf en dan rechtstreeks het kippenverblijf in kan lopen. Dat gaat niet helemaal samen, gek genoeg. Terwijl je ze op een kinderboerderij overal samen ziet lopen. Maar waarom dat hier is, dat weet ik niet. Het is hetzelfde dat deze kippen hadden hier een vrije uitloop. Heel mooi. Zien het gaas en dan hadden ze netten overheen en alles. Maar de grond, die bacteriën die erin zitten, die kippen zijn daar niet tegen bestand. Stom genoeg. Dan gaan ze dus dood. Dus dan zou je iedere dag hier met desinfect moeten sprayen. Wil je ze naar buiten kunnen laten lopen. En dat komt omdat het Nederlandse kippen zijn. Dit zijn dus legbatterijkippen. Dus als je dus de legbatterijkippen goed verzorgt, dan zien ze er dus zo uit. Met veertjes. En dik en fijn en happy. Zie je? Dan zijn ze gewoon blij en vrolijk. Dit is ook een soort legbatterij natuurlijk. Maar dan wel even anders. In Nederland noemen ze dit scharrelkip. Nou, hier vinden ze dat wel niet. En we hebben van alles aan gedaan om te kijken of we die grond hier anders kunnen krijgen. Maar dat werkt dus niet, want ze vallen hier met bosjes dood neer. Dus dat is zonde. Dus ja, dan moeten ze... Kijk, dat is aan het eieren raken. En dan zometeen, als al die kratten met eieren eruit zijn, dan gaan we ze schoonmaken. Maar dat laat ik straks wel zien. Nou, het is weinig spectaculair dit, hoor. Kom hier een tijdje staan. Nee. Ik ga niet naar binnen. Dat is beter van niet. Bas zit nog steeds onder in het hokje. En die kippen die proberen hem aan te vallen. Kijk, die willen allemaal weer leggen natuurlijk. En als je die eieren probeert te jatten, dan vinden ze niet leuk. Moet je horen, joh. En daar bovenop, kijk dan. Wat? Dat ze naar je kijken. Ja, ze willen me aanvallen. Ja. Dat is een beste stapel, alle. You girls, you're mean, hè? Oké. Na het collecten? Moeten ze schoongemaakt, want anders gaat de supermarkt klagen. En dit is echt serieus waar. Eén voor één kan je al die eieren, die troepjes eraf halen. Sommige zijn netjes, maar zijn heel veel heel vies. En dan moet je ze sorteren op grootte. Op grootte.
kleine eitjes, medium eitjes. Maar dat is wel mooi, want ik hoef alleen maar te collecteren. Hè? Nee, jij moet ook schoonmaken. She says I have to clean also. Yes, we all have to clean. And this guy, he's throwing chickens at me every time. Okay, let's start cleaning. Ah, good morning. Use that one. Wij helpen Ami hier met de eieren. Just put it here. En nu is Alfie Hutch er. Of de driver is er. En deze eieren gaan naar Alfie Hutch. Even, ze heeft ongeveer duizend kippen. Gedeelte daarvan, die laat ze bevruchten. Dus die hebben fertile eggs. Die zijn bevruchte eitjes. En de rest verkopen ze. Ze heeft laten zien. Dat is heel veel. Oh, deze zijn ook leuk. Dit zijn kwartels, maar dat doe ik straks. En dan zijn dit de eieren. We hebben een systeem gemaakt. Dat is hier één zootje. Je moet je even voorstellen, al die eieren die geraapt worden, moeten schoongemaakt. Dus daar helpen we mee, dat doen we met z'n allen. En nou hebben we vakken gemaakt, zodat we precies weten welke dag, welke eieren. En nou, dan gaat de oudste eieren gaan natuurlijk weg. En de laatste eieren van vanochtend, die komen dan aan het eind. En dan maken we alles schoon en zetten we klaar. Dus ja, dat vindt ze wel fijn. Zo helpen we er een beetje. En dan hebben we kwartels. Kijk eens. Hoe schattig. Hallo, goedemorgen. Het zijn kwarteltjes. En die leggen kwartel eitjes. De reden dat ze niet een heel mooie ren hebben buiten, gezellig, weet ik veel, is dat kwartels zijn nogal moeilijke beestjes en die maken hun eieren kapot. En als ze dat één keer gedaan hebben, dan leggen ze gewoon niet meer. Dan hebben ze zoiets, oh, nou gebeurt er niks. Dus omdat deze eitjes rollen hierin, zodra ze leggen, dat is een beetje op afloop, dan rolt dat eitje hierin. En daardoor blijven ze eraf. Ze kunnen er niet bij. En dan blijven ze leggen. Maar ze hebben het goed hier hoor. Ze zitten niet te veel in een hokje. Niet met te veel. Maar goed. Ja. En die eitjes zijn echt heel lekker. Ik had nog nooit één gehad, maar dat is echt verslavend hoor. Serieus. Nou, Bas had een... Oh, sorry hè. Al die dozen, dozen waar eieren precies in passen, er gaan geloof ik 12 in een 12 treetjes in een doos. Nou liepen ze steeds met die rol tape te knooien, ligt er hier gewoon een dispenser in de kast. Ja, ze wisten niet hoe die werkt. En even onze nieuwe Bas. Baard is weg. Ja, niet expres. Niet expres. Maar goed, hij groeit alweer. Maar ik vind het wel leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, goed. Oké, okay. Het eierverhaal wordt vervolgd.